Ze smeerden zich dan ook dagelijks in met het vet van de ossen die ze op stal hadden staan. Iets vaker in de winter. En in de zomer gebeurde het tussen het laven door dat ze het vergaten. Brillian en Buldegaard zijn twee heel grote, noeste figuren. En het enige wat ze eigenlijk doen, is ze zweten en werken. En als ze dan praten met elkaar, is dat in de vorm van een gebrul, een gebulder. En is dat heel hard, in een verzonnen dialect. Ja, het is een soort archaïsche, middeleeuwse oude taal. Ik heb nog nooit in dat soort taal geschreven. En die ontdekking voor mij was heel leuk. In de kern gaat het eigenlijk over niets meer dan pure liefde en de schoonheid van de gebreken daarin. Zij bewonderen elkaar, vooral in de lelijkheid. Een rimpel aan je oog of een frat of haren op je rug of de stomste dingen. Je neemt dat er niet gewoon bij. Je neemt dat. Pus, etter en naad, klim dicht in onze koors. Een onvermogen tot communiceren, dat is eigenlijk een deel van hun liefde. En dan schrijven ze brieven aan elkaar, maar ze durven die brieven niet lezen. Het eindigt ook vrij open, ook met de vraag of dat liefde ooit stopt met bestaan. En ik geloof persoonlijk van nee. Te droog voor onze gundors. Ik vind altijd heel belangrijk dat ik niet hoef na te denken over wat ik schrijf. Ik ben altijd vrij op zoek naar wat ik leuk vind. Die nominatie nu. Geen haar op mijn hoofd die ooit had gedacht dat zou gebeuren. Het is vooral mijn doel dat je mensen zijn beweegt of ontroert of vragen doet stellen. Daar ligt bij mij wel de focus op. Te droog voor onze gundors.